Blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Het is zo'n zomerse dag waar Sidney Rubens van Stadstrand Oog en Al lang op heeft moeten wachten. Dit zijn de dagen die lekker zijn, toch? Is toch leuk? Mooi weer, zonnetje. Deze zomer is de laatste voor Sidney. In oktober moet hij zijn tent sluiten. Niet omdat het weer roet in het eten gooit, omwonenden van het strand willen hem weg hebben. Het is jammer, we hebben een mooie plek gecreëerd, we hebben een naam opgebouwd. Ik merk dat het nu echt begint te lopen. Dus ik zou dat wel heel zonde vinden als we dat niet zo konden voortzetten. 3 jaar geleden maakten 2 omwonenden bezwaar tegen het strand. Ze hadden last van het geluid en wilden dat de vergunning werd ingetrokken. Sidney vindt het onzin. Geluidsoverlast kan het niet zijn. Want zoals je nu misschien wel op de achtergrond hoort, als er een boot voorbij komt met een flinke motor, dan veroorzaakt die meer geluidsoverlast dan dat wij dat hier zullen doen. Als compromis besloot de gemeente het strand tot 2011 open te houden. Maar nu die einddatum in zicht komt, wil Sidney helemaal niet weg. Ik heb er meer een emotionele rotgevoel over dan dat ik er pennywise een gevoel over heb. Want ja, daar moet je het niet alleen van hebben. Je moet het echt doen omdat je het heel leuk vindt. Vaste bezoekers van het strand hebben via Twitter en Facebook een actie op poten gezet om sluiting te voorkomen. Zij snappen niet waarom 2 omwonenden het strand willen dwarsbomen. De dichtstbijzijnde huizen zijn amper te zien vanaf het strand. Maar de overlast is er wel degelijk. Boom, 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 boom. En dan houdt het even op of gaat een beetje sneller af en toe. Van boom, 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 boom. Dat hoor je en dat dreunt gewoon door tot in de huizen hier. Als de jongelui de feesten hebben, prima. Heb ik niks op tegen. Maar op het moment dat het afgelopen is en ze komen bij ons voorbij, nou, dan zou je ze wel in het kanaal willen schieten soms. Dat gaat al met veel bravoure, veel geschreeuw en veel gehalal. En daar baal ik wel eens van. Binnenkort kunnen deze bewoners weer rustig slapen. Want de gemeente is heel duidelijk. In het najaar gaat Stadstrand Oog en Al weg. Dus moet Sidney op zoek naar een nieuwe locatie. Ja, waar zou ik dat moeten opzetten? Als jij een leuke locatie voor me weet die aan deze ingrediënten voldoet, hou ik me altijd aanbevolen. Maar ja, die moeten er ook echt te vinden zijn. En dat is nog niet zo makkelijk.